Wij gaan naar Barcelona. Barcelona, daar gaan we naartoe. Ja. We gaan nu naar de bus. Kijken hoe laat het vertrekt. Hopen dat we niet weer zo lang hoeven te wachten als bij Waterworld. Waterworld. Oh, gewoon dat vandaag. De bus voor ons weg is. Dus we gaan even kijken. Ziek, maar wij kunnen dit. Ja! Nou, alleen net bij het busstation in Loret viel ik bijna flauw. Dat was minder. En toen heb ik daar ja, bijna staan huilen. Maar daarna ging het wel weer. En nu zijn we er, nu gaat het een beetje. Maar ik voel me verder niet echt goed. Maar het is wel leuk hier en zo. Dus. Here comes the queen, Daenerys Targaryen, first of her name, queen of the Andals, and the first man, and the first man, and the dragons, coffee. Hoe heet jij? Phil. Apparently heet Laura nu Phil. Wow. En ik heet Larasha. Laura found what she was looking for. For the first time in forever, I can fix this hand in hand. Ah, story of my life. Deze doet het niet. Godverdomme. Then get to me. Merida. Zij is het nieuwe Once Upon a Time. Ik hou echt van haar. We zijn gewoon in de Disney winkel. Ik wist niet eens dat 10 jaar was. Ik ben zo blij. Nog een verdieping of awesomeness. Abriendo puerto.
Oh, deze is wat rustiger, deze verdieping. Oh. Die is cute. Prins Ali, where could he be? Ali Ababa. Jasmine! She fell from the magic carpet! Right. Come, ride. Get back, bitch. No. Real shit. Oh. 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 Ik hou. Als ik een sterke koning ben. Oh my god. Oh, Sima. Dit is een dikke kleine Sima. Nala. En nu heet je Nora. Van Phil naar Nora. Het gaat echt goed vanuit. Nee, van Laura naar Phil naar, naar Nora. Never ending story. Ah. Never ending story. Kwartier voor gelopen. Ik weet niet hoe het heet. Yummy. De kerk. Kom ja. Ik kan niet meer lopen. I don't like onion. Lekker uit eten. Nom nom nom, je hebt vier hele ravioli's. En een dikke glas cola. Lekker brood. Welke? Charlie, ja. Of Charlie, ja, maar de koffers zijn ingepakt. Wat? Ik ook. Jij bent ook ingepakt. Ik zie het, mooi. Luister, wij moeten morgen vroeg om 10 uur de kamer uit. Dat is fucked up, want we gaan pas om 8 uur 's avonds terug met de bus. Dus we zitten hier nog echt de hele dag. Ja, dan gaan we maar wat zwemmen en zo. Ik denk niet dat ik nog heel veel ga vloggen. Maar jullie gaan het wel zien. Anyway, dit was het voor vandaag. En ik denk dat ik het stuk van morgen gewoon nog hier aan plak. Want het heeft niet echt zin om daar een aparte vlog van op te maken. Ik zie hier iemand ja knikken. Die is het helemaal met me eens. Dat is echt super fijn om deze support te hebben. En dan zie ik jullie morgen. Onze laatste ontbijt. Good morning. We moeten gewoon ook zo lang hier blijven. Maar we gaan dadelijk even zwemmen. Ik ga wel echt niet meer veel vloggen. Jullie hebben echt wel genoeg beelden, vind ik. Van aan de nesten. Ik ben gewoon ziek. Nog steeds. Ik hoopte echt dat het minder zou worden, maar mijn stem wordt alleen maar erger. Ik heb nu ook gewoon oorpijn en dit is gewoon echt kut. Waarschijnlijk heb ik nu echt 2 of 3 vlogs lang alleen maar gezeurd omdat ik ziek ben. Maar dat is een beetje fucked up. Hoe dat je met je feestje weer niet ziek wordt. Mijn feestje is gewoon fucking zondag. Oh, ik ben zondagjarig, mijn feestje is zaterdag. En ik heb gehoord dat het echt super slecht weer wordt. Dat is een beetje fucked up, want ik wilde het zwembad opengooien. Of ja, het zwembad is open, maar dan kan waarschijnlijk niemand zwemmen, wat jammer is. En ik wil geen regen! Hallo, het is een tuinfeest! Maar anyway, wij gaan dus dadelijk nog even zwemmen en zo. Ik neem mijn camera wel gewoon mee voor als er leuke dingen of zo zijn. Of dat er iets leuks te filmen is. Maar ik kan niet echt met heel veel vloggen. Dus dat gaan wij niet doen. We moeten zo de kamer uit. Zo, die gaan ook blij met ons zijn. Oeps. Woepsie. Dit zijn de bubbelbaden.
En die hebben wij nog niet gefilmd, waarom weet ik ook niet. Maar het is wel een beetje het beste aan dit hotel, want de rest stelt niet zo heel veel voor. De sauna is ook lekker. De sauna is ook lekker, die kan ik wel filmen, maar dan beslaat mijn hele camera, dus dat heeft echt geen zin. Maar die is daarin. En daar is nog één. En dit is het uitzichtje. Kijk die berg. Echt wel vet. Laatst hebben we hier echt like een uur gezeten. Alleen maar om ons heen kijken naar alle hotels en gewoon... Oeh, dat is Waterworld! Kijk, vanaf hier zie je Waterworld. Waterworld! Kijk, en dat is dus die hele steile glijbaan waar je dus door het luik valt. En na Waterworld is inderdaad wel onze keelpijn begonnen. Waarom staat daar een auto op het dak? Dat is vreemd. Oh nee, volgens mij kan je daar oprijden. Anyway, we gaan nu even samen even in het bubbelbad. Dus ik ga mijn cameraatje wegleggen. Ja. Jij bent er ook lekker klaar mee. We zitten lekker in het busje. Waar we veel te lang op gewacht hebben. We hebben... Hoe lang hebben we gewacht? Bijna drie kwartier. Meer dan drie kwartier. Ja, bijna een uur. Bijna een uur. Dat is jammer. Hij was super laat. Terugreis. Nog 18 uur. Ja, wij gaan nu naar huis. En ik denk dat ik niet echt meer wil gaan vloggen. Ik denk dat ik jullie gewoon thuis zal zien. Tot thuis. Tot thuis. Wow, kan je geloven dat ik dit gewoon een, meer dan een week opneem nadat we al thuis zijn? Ja, we zijn vorige week woensdag thuis gekomen en het is nu vrijdag. De vrijdag na de vrijdag van die week. Technisch gezien heb ik even lang gewacht met deze outro als de tijd dat we op vakantie zijn geweest. Heeft dat een reden? Nee, ik vergat gewoon een outro te maken. Nou ja, natuurlijk waren we gewoon allemaal super moe in de bus en... ziek. Iedereen was aan het hoesten. Het was echt niet chill. Ik heb de hele weg buikpijn gehad. Het was echt geen chille terugreis. Maar het is wel op zich snel gegaan. Dat was fijn. We hebben zelfs gewoon Pirates of the Caribbean in de bus gekeken. Want die man zette dat op. En ik was echt van... ja. Alleen echt midden in het gevecht met de Kraken. Zette die dus de film af. Omdat het nacht was. En ik zat echt van... meneer, gaat Pirates nog verder? Maar Pirates is nooit meer verder gegaan. Dang it. What a bummer. Ja, zoals ik dus zei, ik was dus ziek. We waren allemaal ziek. Iedereen is volgens mij alweer beter. Meanwhile ben ik nog steeds ziek. Normaal als ik... ja, het leek op een verkoudheid, maar ik heb ook koorts gehad. En ik heb, ja, nog steeds af en toe koorts nu. Normaal als ik zoiets heb, ben ik daar echt binnen een week vanaf. Alleen ondertussen duurt het al 2 weken. Morgen is het 2 weken dat ik dan ziek ben al. Ik hoest me echt helemaal kapot. Ik ben gisteren naar de dokter geweest en die heeft me dus antibiotica voorgeschreven. Die moet ik nu 1 week lang 3 keer per dag nemen. Want als ik dat dus niet doe, kan ik dus longontsteking krijgen. Ja, het was allemaal iets heftiger dan ik dacht. Maar ja, ik ga nu gewoon heel braaf mijn antibiotica slikken. En dan hoop ik gewoon dat alles goed komt. Ja, ik ben zelfs alweer begonnen met werken. Dus de vakantie is echt weer lekker voorbij. Ik ben ook nog jarig geweest. Vorige week zondag. Ik had echt een dikke party hier in de tuin. En het was echt een dik zuipfestijn gewoon. Want, ga ik dit vertellen? Ja. Rond 1:30 zoiets dacht Larissa ineens, yo, ik voel me misselijk. Toen ben ik naar de wc gelopen. De wc heb ik nooit gehaald. Ik eindigde op de trap. En ineens zat ik met een emmer en had ik, like... 10 keer achter elkaar overgegeven. Want de mensen die dus bij me zaten, die zeiden dus de dag erna van... dude, ik heb nog nooit iemand zo vaak zien overgeven. En ik zeg je eerlijk, ik had wel wat veel gedronken. Maar normaal hoef ik echt niet snel over te geven van alcohol. Ik heb dat misschien 1 keer gehad dat ik eens moest overgeven. Maar normaal heb ik dat echt niet. Maar ik denk oprecht dat het er gewoon ook echt iets mee te maken had. Dat ik al ziek was. En dat het daarom meer invloed had op mij. Besef gewoon dat in het vorige stukje vlog ik nog 19 was. Ik ben nu 20 jaar. Hey, hallo, ik ben geen tiener meer. Ik wil helemaal geen 20 jaar zijn. Maar ik ben het. Anyway, ik ga nu echt deze vlog afsluiten, maar ik wilde nog even wat stukjes van mijn leven delen. Want ja, waarom niet? Als ik zo laat een outro maak, dan kan dat. Dit is mijn beste vriend, Timon. Hey Timon. Look at the people. He doesn't want to look at the people. Nou ja, overal was de vakantie wel echt superleuk. En ik ben ook gewoon bruin geworden. Ik ben altijd echt een lijk en ineens kwam ik gewoon bruin terug. En mijn moeder was echt zo van... ik wist niet dat jij zo bruin kon worden. Nee, het was gewoon super chill om even wel in een mooi warm land te zijn. Want we hebben hier wel wat mooie dagen gehad. Maar het viel tegenover vorig jaar, zeg maar. Dus het was wel fijn om even eruit te zijn en even naar Spanje te gaan. En ik vond het ook wel echt super leuk. En ja, ik vond vooral Waterworld, die dag vond ik echt super leuk. Die feesten waren ook echt leuk. We hebben gewoon wel echt leuke dingen gedaan. Het is alleen echt ja, heel jammer dat we...
op het einde allemaal ziek waren. En eigenlijk ik de halve vakantie dus ziek ben geweest. Maar voor de rest ja, was het wel gewoon echt super leuk. Dus ja, dit was de vlog. Ik hoop dat jullie de vakantievlogs ook leuk vonden. Ik ga nu weer verder met andere dingen uploaden. American Horror Story komt er binnenkort aan. En ik ben ook bezig met Westworld van alles. Dus ja, dat gaan jullie allemaal zien. En vond jij dit nou en de andere vlogs misschien ook leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook even. En dan was het dat. Doei!